Hey, leuk dat je er bent. Je hebt me gevonden. Ik ben Evelyn, ik speel ukulele. En als jij ook een ukulele hebt en je hebt een beetje op internet rondgekeken, maar je komt er eigenlijk niet goed uit, dan is dit de plek waar je moet zijn. Ik kan jou helpen om dat fantastisch, geweldig, gave instrument te leren spelen. Ik heb een methode gemaakt om ukulele te leren spelen. Een methode die veel en veel makkelijker is dan alle ukulele lessen die er maar te vinden zijn op internet. Ik neem je stapje voor stapje mee in de cursus en ik ga je precies dat leren wat je wil leren. Bij de cursus ukulele hoef je niet te gaan spelen vanuit allerlei saaie oefeningen. Nee, de cursus is zo opgesteld dat je vanuit hele gave bekende popmuziek meteen eigenlijk aan de slag gaat. Dus je hebt een les aan het begin en je begint aan een bepaald nummer en aan het einde van de les kun je dat nummer behoorlijk spelen. Ik leg je even uit hoe het werkt. Op mijn site kun je twee cursussen terugvinden. Basiscursus deel 1 en basiscursus deel 1 en 2. Nou, het voordeel van deel 1 is dat je een hele compacte cursus krijgt waarin je ontzettend veel leert. Echt, je krijgt ontzettend veel waarde in deze cursus. De lessen die zijn zo opgebouwd dat je vanuit eigenlijk, nou ja, dat je de ukulele voor het eerst gekocht hebt en dat je eigenlijk nog geen les hebt gehad, tot aan dat je gewoon, nou ja, lekker alle nummers kunt meespelen die je eigenlijk maar mee wil spelen. In deel 2 gaan we nog een stapje verder. Bij deel 2 gaan we allerlei technieken behandelen. Technieken die overigens ook bij het gitaarspelen terugkomen, maar die op de ukulele veel makkelijker te spelen zijn. De ukulele is veel makkelijker te spelen dan gitaar. En juist omdat hij maar 4 snaren heeft, zit daar het voordeel in. Omdat je maar 4 snaren hebt, zijn de akkoorden die je kunt maken veel makkelijker. Je hebt het veel sneller geleerd dan gitaar. En het is natuurlijk veel kleiner. Makkelijker om mee te nemen, zo in je tas. In je rugzak. Of, nou ja, goed. Je neemt hem mee, waar dan naartoe? Wil je ook een muziekinstrument spelen en weet je eigenlijk niet zo goed hoe je dat moet aanpakken? Of denk je, nou ja, dat is niet echt voor mij weggelegd, want ik ben helemaal niet muzikaal. Of nou ja, weet je, ik luister wel naar muziek, maar ik kan eigenlijk helemaal geen muziek spelen, want ik heb het nooit geleerd. Dan zit daar volgens mij het punt. Ik heb het nooit geleerd. Ik denk namelijk dat je gewoon heel makkelijk muziek kunt maken. Ik geef ukulele les omdat ik heel graag wil dat er veel meer mensen zijn die een muziekinstrument gaan leren spelen. Een muziekinstrument spelen is zo ontzettend fijn. Je krijgt er zoveel gelukshormonen van. Je wordt er eigenlijk hartstikke happy van. Ik heb het vaak meegemaakt dat ik wel eens, nou ja, na een vermoeide dag, na een dag werken, was ik moe geworden. En ik had hoofdpijn en wilde ik eigenlijk het liefst op de bank blijven zitten en thuis blijven. Maar ja, ik had een repetitie. Een repetitie van mijn band of een repetitie van mijn koor. En dan ging ik er toch heen. En toen ik terugkwam, was ik helemaal vrij. Heel mijn hoofdpijn was weg. En ik was gewoon eigenlijk gewoon happy. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik zou best wel een muziekinstrument willen leren spelen. Een snaarinstrument, gitaar of ukulele. Maar ik weet niet goed hoe ik het aan moet pakken. En weet je, ik kan ook eigenlijk helemaal geen noten lezen. Krijg ik dan ook vaak te horen. Nou, dat is het leuke van mijn cursus. Je hebt geen notenkennis nodig en ik ga je ook geen noten leren. Wat ik je wil gaan leren zijn de ins en de outs van de muziek. Want muziek maken, dat komt via je gehoor binnen. Dat beleef je, dat voel je, dat raakt je. Muziek is vaak eens emotie. Maar wat is nou heerlijker om zelf muziek te kunnen gaan maken? Nou, de cursus. Ik ga je eventjes uitleggen over hoe cursus deel 1 werkt. In de cursus neem ik je mee en ga je kijken naar liedjes van Coldplay, van The Beatles, van Bruce Springsteen, van Tina Turner, van wie hebben we nog meer? Counting Crows, U2, The Police. Ik ga je ook een stukje blues leren. Nou, hoe doe ik dat nou eigenlijk in het boek? Zonder noten te gebruiken,
Ik heb een bepaald systeem ontwikkeld waardoor ik je eigenlijk aan de hand neem, zowel in het boek als in de videolessen die erbij horen, want er horen videolessen bij. En dat maakt nou net het verschil tussen een muziekleraar waar je naartoe gaat en mijn cursus die je online kunt leren en bekijken. Die videolessen die blijven onbeperkt op internet staan. Dus je kunt over 2 jaar, als je wil, kun je nog een keer terug gaan kijken als je een bepaalde les een beetje vergeten was. Of als je zegt, nou weet je, ik heb het hartstikke druk met mijn werk. Ik moet even 3 weken echt eventjes iets anders gaan. Moet me focussen op mijn werk. Ik heb 3 weken geen tijd om de ukulele te spelen. Nou, hoe lastig is dat als je naar een ukulele leraar gaat? En hoe makkelijk is het dan om dat online te doen? Want je doet het wanneer jij er tijd voor hebt en wanneer jij er zin in hebt. En als jij het s'avonds om 11 wil gaan leren spelen, dan zet je eventjes je iPad aan of je zet eventjes je computer aan. En je bekijkt een lesje en je pakt het boek erbij en je ukulele en je gaat aan de gang. De lessen zijn zodanig opgebouwd dat je aan de hand van schema's en teksten wordt je meegenomen. Er wordt iets uitgelegd over tempo en over ritme en alles eigenlijk wat je moet weten voor de muziek, dat krijg je te leren. Je leert alle akkoorden van ukulele. Je krijgt er zelfs 180 bij. Ik leer je allerlei foefjes voor je linkerhand. En ik leer je allerlei tips en trucs voor je rechterhand. Want dat is wat ik vaak terughoor van mensen. Ja, als jij ukulele speelt, wat doe je toch met die rechterhand? Nou, ik heb dat helemaal afgebroken tot in, zeg maar, de kleinste stukjes, zodat ik jou juist heel goed kan uitleggen wat ik met die rechterhand doe en wat ik met die linkerhand doe. En aan het einde van de les zing ik het lied helemaal mee en kun je met mij, terwijl ik ukulele speel en zing, kun je met mij meespelen. En als je zelfs nog een stukje verder bent, dan zou je kunnen zeggen, hey, ik neem het boek mee naar buiten of als het mooi weer is, of op de bank of waar dan ook en ik ga lekker de liedjes spelen die erin staan. Dus, als jij nu ook zoiets hebt van, hey, ik wil eens een keer een instrument leren spelen, ik heb een ukulele, ik heb hem ergens in een hoekje staan, laat hem nou niet verstoffen, pak hem uit die hoek en ga die cursus doen en gun jezelf dit. Geef jezelf dit cadeau om ukulele te leren spelen. Want echt, je zult er echt een stuk blijer van worden. Die ukulele, daar kan je gewoon alles mee spelen. En als jij, net zoals ik, van pop- en rockmuziek houdt, dan ben je hier aan het juiste adres. Want je kunt gewoon alles spelen wat je maar wil. Want die ukulele.